Het programma werd bekendgemaakt en ik las daar dat Reve zou optreden. Toen dacht ik, hoe dan ook, ik moet er naartoe. Ik kom nu, dames en heren, geliefd publiek, met mijn laatste gedicht van deze avond. Het is een gedicht dat geheel geïnspireerd is door vaderlandsliefde, oftewel patriotisme. Het is dan ook getiteld Voor Eigen Erf. Onze kassiers op de wegen beroofd, aan ouden vandaag op klaarlichte dag hun beursje met spaargeld ontrukt. Onze roomblanke dochters onteerd. Waarheen, mijn vaderland? O Nederland, ontwaak! Gooi al dat zwarte tuig eruit. Ons land voor ons. Op naar de blanke macht. Hij had dus vier van die symbolen liet hij zich omhangen tijdens dat optreden. De twee halfzachte, zoals hij dat noemde, namelijk het katholieke en het bandenbondteken. En de twee dictatoriale of totalitaire, namelijk de hamer en sikkel van het communisme en het hakenkruis van de nazi's. Waarom deed hij dat, schrijft hij later, eigenlijk om zijn hele optreden te relativeren. Alleen, ja, kijk, als mensen dat niet gerelativeerd willen zien, ja, dan heb je natuurlijk een probleem. Ik was eigenlijk helemaal verlamd door dat gedicht. Ik had niet gedacht dat hij dat in zo'n vorm zou gieten, omdat een gedicht toch wel altijd zo'n beetje eeuwigheidswaarde heeft. Hè. En ik werd heel erg onpasselijk doordat hij dat zo in gedicht voordroeg. Toen ben ik hem gevolgd naar de kleedkamer, om, ik denk, hij kan toch niet zo gemakkelijk vanaf van toch wel abjecte idee die hij propageerde. Dat is een beetje een cruwe formulering van het feit dat de mateloze, zinloze, door een kwaad geweten ingegeven immigratie van rijksgenoten een ramp is. En niet alleen voor Nederland, maar een ramp voor die mensen zelf. Maar wat die geen werk vinden, die geen toekomst vinden en die vervallen tot gewelddadigheid, tot criminaliteit, dat is een ellende. En de mensen die ze hierheen naar Nederland halen, dat zijn met hun onverschilligheid en met hun uitgaan van volkomen onpraktische, nutteloze idealen, doen de zaak van de samenleving, de rassen, heel veel schade. Hè? Ja, maar u praat over een problematiek waar u duidelijk niet meer op de hoogte bent, maar wat ik u vragen wilde, hoe vindt u... Nee, luister eens, ik zeg nu hoe ik erover denk en dat willen die mensen weten. Goed, maar ik kan toch niet tegen iemand ook weer een rechtvaardiging geven. Nee, maar u kunt zich toch eerst in een problematiek verdiepen voordat u zich een oordeel gaat aanmeten, laat staan, dat via poëzie uitdragen. En u bent daar duidelijk niet meer op de hoogte. En ik vind het gewoon een grof schandaal. Terwijl u gewoon onder het mom van deftige poëzie in feite een soort van vuil racisme bedrijft. En dat vind ik uiterst droevig. 30 jaar na het verslaan van het fascisme bent u nu bezig een nieuw soort fascisme te creëren. Als hij in politiek-maatschappelijke discussies tegengesproken wordt, dan wordt hij boos. Hij kan er eigenlijk gewoon niet goed tegen om tegengesproken te worden. En bovendien vond een en ander plaats om 2:30 of 3:00 s'nachts, als ik het mij goed herinner. Terwijl die natuurlijk helemaal op was van de zenuwen, want hij was voor ieder optreden op van de zenuwen. En dan mag je het bedoeld hebben of niet bedoeld hebben, propagandastunt of geen propagandastunt, u wakkert latent racistische gevoelens bij grote groepen mensen aan. En speelt. Meneer, ja. Wat is uw antwoord daarop?
Ik weet niet of dat zo is. Ik laat het voor rekening van meneer. Nee, u wendt nu een onnozelheid voor, maar diep in uw hart hij moet u gewoon weten. Ik mag toch voor de camera enig. Elke onnozelheid voorwenden die ik wil. Ik ben toch in een vrij ja, land, maar, ik hoef toch niet... Wat heb je met die mensen die lezen een brochure van een Marx? Vergeet dat aanwezigheid van de krankzinnige hier... Het is een krankzinnige toestand dat mensen die helemaal niet verbonden zijn nee, met onze cultuur, behalve dat ze onze taal kunnen spreken een beetje, dat ze 100 woorden kennen. Maar wat hebt u Ik heb nog niks daar gedaan. Interessante jongen. Ik heb nog niks gedaan daar. Of je soortgenoot, u moet de problemen niet afschrijven. Omdat die negers in Suriname 125 jaar geleden slaven waren. Is dat het recht dat hun achterkleinkinderen in Amsterdam gekomen en van de steun leven? Maar die zijn nu nog daar. Maar die zijn nu dat bedoel ik. En als je dat tegen die linkse mensen zegt en je zegt... Ja, maar jij vindt wel goed dat Oost-Duitsland geen schadevergoeding aan de nazi-slachtoffers betaalt... en geen schadevergoeding betaalt aan de Joden. Dat vinden ze vanzelfsprekend. Maar wij zouden, ik moet betalen voor een zwarte die overvliegt en die zegt... Ik heel erg vervolgd daar, weet je wel, takkie, door mijn, door jou over grootvader met zweepa, hè? En dat is een rechtersoproepen, dat is fictief, Ja. Ik had verwacht dat hij dan zou zeggen, ach man, maak je niet druk, het is toch allemaal grappenderwijs bedoeld, ik zal het niet meer doen. Dan was het voor mij afgelopen. Maar die woorden kwamen niet uit zijn mond en toen raakte ik eigenlijk zo'n beetje overtuigd, ook door zijn houding, de wijze waarop hij naar me keek en afweerde, dat hij echt meende wat hij dus zei. Die mensen moeten niet naar Nederland toe. Die gaan hun ondergang tegemoet. Nogmaals. En je krijgt binnen een jaar krijg je een gigantische rasserel in Amsterdam. Ja, door uw schuld, omdat u nu zo tekeer gaat. Als het er komt, want u werkt naar een tweede kristalnacht toe. Als het komt, dan komt dat toch hoofdzakelijk ook door uw schuld. En het hebt u aan die tijd. Het gaat u niet alleen om zwarten, het gaat u ook om arbeiders die u met pasjes wil laten lopen. U hebt gewoon een mentaliteit. Dat zou heel goed zijn, dood en nou ja, arbeiders. Goed, maar dan moet dat een keertje. Dan moet arbeiders u dat een keertje die gewoon in rug zeggen. Hebben en die diarree hebben, weet je wel, die hoofdpijn nou ja, hebben. Ja, en die dan uitkering krijgen waar u onttrekt en s'avonds en overal zwart werken. U onttrekt zich aan de publieke verontwaardiging door dat te stoppen. Dat is heel iedereen heeft het recht zich aan de publieke verontwaardiging. Ja, maar u doet dat door te vluchten in de poëzie en door te vluchten in proza, maar in feite bent u niets anders dan. De poëzie en het proza zijn de enige werkelijkheid. U verschilt wat dat betreft geen enkel opzicht van Glimmerveen of van een Fontadden in Duitsland. En dat vind ik droevig. Maar ik kan schrijven. Waarom heeft u eigenlijk niet een klacht ingediend naar aanleiding van het gedicht in Kortrijk? Omdat dat plaatsvond op Belgisch grondgebied. En dan is vervolging in Nederland niet mogelijk. Wat heeft u vanavond nu eigenlijk bewezen, meneer Reven? Ik heb niets bewezen en met kunst wil ik ook niets bewijzen. En kunst heeft helemaal geen nut. Ja. Vreest u niet dat wat u doet bij sommige mensen nogal gek overkomt? Dat zou een overschatting zijn van de literatuur. Wat ik schrijf of zeg of doe, heeft op de gang der gebeurtenissen geen enkele invloed. Nu trekt iemand er wat van aan en over een paar jaar gooien ze alles weg. Het gedicht Voor Eigen Erf is voor het eerst gepubliceerd in Propria Curis van augustus 1974. Dus eigenlijk bijna een jaar voor dat optreden in Kortrijk. En ik weet eigenlijk nog wel hoe ik dat las. Ik las dat absoluut niet als een gedicht waarin een racist aan het woord was. En waarom niet? Omdat in dat gedicht er allerlei textuele elementen zijn die ja, voor een beetje fatsoenlijke lezer niet de indruk wekken dat hier iemand aan het woord is die serieus bedoelt dat tegen de Black Power in Amerika de blanke macht van Nederland georganiseerd zou moeten worden. Kijk, en als hij het op een gegeven moment heeft over onze roomblanke dochters die onteerd worden, nou ja, ik bedoel, dan zeg je daarmee eigenlijk toch dat zo'n gedicht niet als een serieuze racistische aanval op wie dan ook gezien moet worden. Maar dan is het wel degelijk een ironisch product. Ik denk dat hij soms balanceert op het randje van het toelaatbare en daar soms overheen gegaan is. Dat hij zich dat zelf ook heel, heel goed bewust is geweest. Anders hang je niet een hakenkruis om je nek. Om een bepaalde boodschap wereldkundig te maken. En die boodschap, die onderliggende boodschap, die noem ik niet racistisch. Nou, en af en toe dan kleunde die verschrikkelijk mis, of dan zei die, of dan werd het helemaal niet begrepen. Maar dat kan je makkelijk weer goed maken. Maar als je voor een zaal staat en dat gebeurt, dan kun je dat natuurlijk niet zo makkelijk weer in orde weer rechtbreien. Want moet je dan tegen het publiek zeggen van kom maar slaan en zo. Dat gaat nou helemaal niet. Ik zal een klein stukje voorlezen over
uit een ingezonden brief in het Parool. Daar noemt Gerard Reve dat gedicht voor eigen erf een primitieve, in al te vulgaire bewoordingen gestelde alarmkreet, bedoeld om een paar miljoen mensen rechtop te doen zitten en naar mij te luisteren. Ik bedoel niet letterlijk wat in het gedicht staat, want ik ben geen racist. En de neger heeft mijns inziens recht op een plaats onder de zon, gelijkwaardig aan die van de blanke. Nou, dat is dus geen racisme, zou ik zeggen. Maar u heeft toch uitlatingen gedaan, waar ik niet al te zeer op in wil gaan, de minderheden betreffende die nou niet echt helemaal passen in een democratie en meer in een totalitaire staat? Hoe bedoelt u? Begrijpt u me niet? Nee. U heeft toch uitspraken over minderheden hier in het land gedaan die niet al te vriendelijk waren, bijvoorbeeld? Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Ik heb gezegd dat mensen hier naartoe halen van overzee uit een soort schuldgevoel. En voor mensen waar er geen woonruimte, voor wie geen woonruimte is en geen werk is, en die gedoemd zijn om te verpauperen, dat vind ik eigenlijk racisme. Ik bedoel, die mensenliefde van het socialisme tegen overgekleurde rassen, dat is een liefde die niks kost. Ik geloof dat hij ook bepaalde profetische, bepaalde zienerkwaliteiten heeft gehad. Dat hij als eerste iets durfde te beweren wat later gemeengoed werd. Reve als profeet, sla je niet een beetje door? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat hij echt bepaalde dingen eerder zag en eerder durfde en eerder door had dan veel anderen. Ja. Ik denk dat het nog wel eens heel gauw zou kunnen zijn, hoor. Dat het nog, dat we hopen voor het eind van de eeuw, hè. Dat de boel ontploft, dat het werkelijk. Dan vraagt het iedereen, maar zoals het nu gaat, gaat het toch niet langer. Moet er eens een keer een eind aan komen. Het is wel zo dat u telkens en telkens weer in dat boek Bezorgde Ouders daarop terugkomt. En dat aan het eind dan zegt: de boze is voorlopig nog alleen op de verkenning uit en tast nog rond, zoekend naar recruten voor zijn duivelse strijdmacht. Goed zo. He? Ja, dat is goed gezegd. Hè. Ik waarschuw gewoon, ik ben een stem eens roepende in de woestijn. Ja, voilà. Ik leef voor mijn volk. Ja. Uit de schatkamers van mijn geest verrijk ik mijn eigen volk en daarmee zij het indirect de gehele mensheid. Dat is uw roeping. Zo. Zie je, dat is kort. Ja. Wat hij in die jaren 70, toen het socialisme hoogtij vierde, deed, dat was waarschuwen tegen het gedoogbeleid. Bijvoorbeeld tegen junks die altijd maar je auto openbreken. Of tegen het onderwijssysteem dat slechter en slechter wordt. Of tegen kunst moet het volk verheffen. Daar was hij ook razend over dat soort opvattingen. Dus en dat zijn allemaal dingen die nu niet gek zijn om te roepen. En toen wel. Dus wat dat betreft is Reve in mijn ogen wel degelijk een ziener. Ja. Bent u gek of niet? Wat? Bent u gek? Ja, ik weet het niet. Soms denk ik wel eens. Ik bedoel, als ik gek ben, zit er wel een systeem in. Kon u nadien nog van Reve genieten? Kijk, dan krijg je. Ik heb daarna nog veel van hem gelezen. Ik moet zeggen, de kwaliteit is niet altijd meer wat het geweest was. Want het waren vooral brieven aan die, brievenverzameling aan Karl Michelt, et cetera, et cetera. Mooie literaire teksten. Maar het leest toch anders. Je denkt van, moet ik dit nou leuk vinden? En moet ik andere mensen vertellen, lees Reve, zonder dat je misschien wat gif meegeeft? Ik heb hard gewerkt, ik was niet gauw tevreden, ik was een perfectionist. Ik heb zeker net zoveel in portefeuille van onvoltooid werk als wat ik gepubliceerd. Ik heb nooit iets losgelaten wat naar mijn eigen idee niet goed was. Het is het beste, het allerbeste wat ik heb kunnen maken naar mijn eigen overtuiging. En dan zeg ik, nou, als iemand het dan niet goed vindt, kunnen ze de pot op. En als God het niet goed vindt, dan moet hij zelf maar eens een boek schrijven. Hij heeft na die tweedelige cyclus heeft hij niks meer geschreven. Naarmate ik ouder word wat ik schrijf, hoewel fraaier verwoord, steeds enkelvoudiger van inhoud. Liefde of geen liefde,
en ouder worden en dan de dood.